een slotsom, zodat we eigenlijk dan kunnen overgaan tot effectieve uitvoering van het project? Hebben we daar een idee van of zit er daar een timing achter? We hebben voor onszelf de tijd. Deadline is denk ik, ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn uitspraak, maar ik denk dat het tegen eind 25 is, moet het gebouw er staan. We hebben een middelijke schikking afgesproken, notariële middelijke schikking afgesproken met de dienst erfgoed, waarbij we dat we ons verbinden voor het herbouwen van het pand volgens de juiste voorwaarden. Op straffen van een boeteclausule dacht ik 125 euro per dag. Kan ook verkeerd zijn. Dus dat is eigenlijk de deadline die telt. Er was namelijk één vraag van raadslid Blik over een boeteclausule die zou uitgeschreven worden door erfgoed. Wanneer er de datum zou te lang worden voor de uitvoering van de werken. Het is dus zo dat er een dwangsom zou betaald worden van 150 euro per dag vanaf 25 februari 2024. En dan kunnen we over naar het laatste agendapunt.